dan? Niet spelen met die tandbloem, hè? Oh, waarom niet? Hij heeft een mailtje voor ons. Oké, okay, hallo iedereen, beste van Mario Galaxy 2. Jij bent goede beste. Oh, wat voor rechts. Wat? Wat? Oh. We krijgen 5 marsvloed. Oké, okay, Loa, ga maar spelen met die toon. Ding. Ik mag met die mis. En nu weg. Waarom zit hij in de weg? Lekker. Oké, okay, nou. Waar gingen we nu ook weer? Okay, die hebben we gedaan. Doen we die. Die boven? Doe maar. Nou, weet je, ik denk eerst een collectie even afmaken. Ah, maakt mij helemaal niet uit hoor. Dus wat doe jij, wat jij prettig vindt. Okay. Ik vind die ster toch zo saai. Alleen maar Spindix. Dat is echt saai hoor. Welke was deze ook weer? Oh, deze! Deze vind ik leuk. Je moet alleen net even de weg weten, hè? Ja. Of je moet gewoon weten dat er een simpel troepje bestaat. Dat heet 3-dubbel springen. Om erop te komen. Daar ja. Daar moet je eigenlijk dan niet de waiters voor hebben, de Spindix. Waarom kunnen we die dingen in deze vermoorden? Zo. Ik krijg die dingen nooit vermoord, hè? Zo, gewoon hier. 1, 2, 3. Zo. Oh, ook goed. Ik doe normaal gesproken gewoon. Hop, zwaai, daarin. Ja, je doet het helemaal perfect. Alleen kom ik dan niet tegen de rand. Oké, okay, het is fijn dat je even begrijpt waarom ik dit zo snel mogelijk doe. Voordat je de spindik pakt, kan je ook dat trucje doen. Alleen met die rugsprong, weet je wel? Dat kan niet bij gewoon. En ook hier? Ja. Mijn twist ooit is gelukt. Oh. Ja, maar de meeste dingen vragen ook. Mag ik je een tip geven? Heel ver naar achter, heel ver naar voren staan. Want dan doet het langer, snap je? Dus zo? Ja. Oh. Nou weet je, jij mag het doen zoals jij het leuk vindt. Nou, dan doe ik de spinning, dat doe ik. Jammer, dat heet de tijd de spinning. Maar ik ben nu niet je baas. Oké, okay, je moet hierheen. Volgens mij tenminste. Ja, en nu een van die twee. Lekker boeien. Met deze. Nee, juist niet. Juist niet. Oké, okay, dan was het deze. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Ja, oké. Okay. Draaien. Nu al draaien. Maar nu even draaien. Ja. Om hierheen. En dan? Ga dan dat gat nemen. Het hele kleinste. En dan zijn zie je, dat is zo makkelijk als je het gewoon even weet. Ja, en ik wist het dus niet. Maar goed, we zijn er al bijna. Klik, klak, ding, 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 ding. Waarom krijg ik die stomme papa-fassie niet vermoord? Ik krijg die passie niet. Fuck. Oh. Ja, dus hierbij de bedoeling om, zoals je wel kan zien, die dingen te pakken. Hier heb je hem. Nee, dat moet je niet heen, hè? Ja, dat weet ik. Ding, ding, ding. Moet je naar boven volgen? Ja, doe. En dan moet je eigenlijk naar die kant, hè? Nou, voor als je nu gaat draaien, dat is niet de bedoeling. Zou de ene vast die de andere vermoorden? Nee, die ene gaat gewoon door de andere heen. Yes! What the beep. Oké, okay, dat is de laatste. Nah! Kan dit zo, jongens? Ja, dit kan natuurlijk zo. Piep. Ja. Voor wie niet weet wat piep is, dat is het grofste scheldwoord er is. Nee, alleen dan, want misschien heb je als naar YouTube poep gekeken. Ik weet niet of je dat kennen. Maar dan gaat er iemand een filmpje van een Carly, SpongeBob of zo nafilmen en dan allemaal spaghetti of andere woordjes. Dus is toch wat door het verhaaltje anders wordt. En als hij zegt wat dat. En dan hoor je een soort van piepgeluidje. Nu ben ik weer hoor. Ja. Kijk lekker, lekker. Okay. Sure. Oh, wacht, ik hou ze verkeerd vast. Ik dacht even. Oké. Okay. De nieuwe! De honey hop! Oh. Jullie ruiken misschien al. Er komt waarschijnlijk een bij in, of niet? Nou, honing, hop, zegt niks over bijen. Nou, ik zie een bij. Ze zoet de zilveren sterren. What the piep. Die komt ook voor zijn Mario Galaxy N. Dat is gewoon die moslim. Zie je dat gewoon die kapje van die boven zijn kop? Dat is een moslim. Hey. Ja. Ja. Ik heb nog
Had je deze maar moeten doen? Had je maar deze moeten doen? Maar zo wilde je niet hebben. Op dat punt. Oké, nou dit is echt wel vrij easy level. Gewoon is hier bijna niks moeilijks aan. Je moet alleen zo even weten hoe het werkt. En welke kant je op moet. Want dat vind ik meestal nog wel eens moeilijk. Dat ik de weg niet meer weet. Want je moet van de ene naar links en naar rechts. Als je slim bent val je niet in de plomp. Niet echt dat het per se onnodig is. Juist, het is juist handig als je niet geraakt wordt. Want dan anders kom je hier niet. Echt niet. En dan zit hij al in de elektriciteit? Lijkt wel zo. Nee, ik denk dat hij leidt aan Luma-tijd. Ja, de tijd horror. Heel leuk. Hoe kan er eentje zo uitkomen? Er zit een bubbel, Alexi. Of ze recyclen. Ik kan nooit zomaar uit de grond al mijn bellen komen. Dit maakt niet uit hoor, ik doe het zelf hoor. Kom, ik ga zelf. What the. Oh. Yes, check it out. Dat is nou wat wij willen. Wat voor. Die kevers. Durf die hem aan. Die kevers komen op de. Op Luigi en Mario. Af, zelf dan. Als die bee is, als die een bij is. Maar als anders... die niet bij is, zijn ze zo bang voor hem. Dan zijn ze. Oké, ik ga even nog de komeet met een pakken, die is hier. Ja. Piep, piep. Oké. Waar ben ik door? Wat de. Kom ik door? Ja, omhoog en dan komen we bij de zilveren ster. En dan moeten we nog een keer omhoog en dan komen we bij een komeet met op. Weet je dat ik hier, als ik me verveelde, ging ik Western Mario Galaxy 1 vroeger, ging ik een Kaizo level maken, mag maar op bepaalde gebieden komen, zogenaamd dan, hè? Oh ja. En dat was best moeilijk. Dus ook, dat heb ik nog nooit gedaan met Mario Galaxy 2, maar tot hoogste tijd. Omdat ik dat eens doe. Maar nu even niet. Laat eens helemaal boven, hè? Ja. En dat is die. Wacht, verkeerde kant. Verkeerde kant. What the? Oh my goodness, in die wapij. What the? Waarom noemt ze die? Waarom noemt die moslimmen zo? Omdat je een bijpakje aan hebt, denk ik. Zou het kunnen? Nou, dat klinkt niet zo logisch. Ik denk dat het ook nog een paar van die zombies gaan aanvallen. Ja, zombies. Het zijn gewoon een beetje speelkameraadjes met een hele grote tieten. Ja, wat zijn dat anders? De voeten zijn reuze klein, dat is combas. En het bovenste lijkt meer op een aardappel. Aardappelhoofd. Ja, zo noemt man comba, hè? En toch vind ik het nog steeds echt onbegrijpelijk waarom ze dat noemt. Want ze hebben ook voetjes! Yes. Oké. Nu mag jij weer en we zijn op 9 minuten, oké? Anders ga ik niet. Oh, oké. Jawel, juist wel. Je weet het. Bing. What the? Ik hoor machines. Kaartmachines. Dit is nieuw dat Luigi hierin binnenkomt. Dat is wel nieuw. Yeah. Oh, die wil ik doen. Mag ik? Wat is die? Purple coins. Tijd? Ja, tijd. Ja, die. Dan gaan we dan vast nog naar de Sunset ding, oké? Oké, dan gaan we alvast naar die Galaxy en daarna gaat Rim in dit level. Maar die komt kan die in deze tijd komen? De komeet? De komeet? Ja? Mag ik van wat je bedoelt? De komeet blijft altijd staan. Ja, dat weet ik, maar in deze part. De komeet kan niet komen in deze part, behalve als je echt zo snel doet als het kan.
Dan moet je even... Ja, Sunstar Speed. Ik noem Starshine Beach, ja. Ik noem hem eigenlijk Sunshine Beach altijd. Dat vind ik leuker. Omdat het doet ons denken aan Super Mario Sunshine. Ja, de Idolfino mensen of zoiets. De Idolfino Plaza. Zit een beetje half in. Kijk, zelfs een standbeeld. En ik hou van Super Mario Sunshine. Oké, daar zag je het blokje van de... Muziekje is ook leuk. Waar is de tv-afbediening? Dat is niet belangrijk, ga maar even door. Ga je gewoon tijd spelen aan het geluid wat harder zetten. Of een shuttle om het zachtst te zetten. Nee, denk zachter? Zachter slaat nergens op. Waarom gooit die pepperoni gewoon even niet zo binnen en wij kan ik hem even lekker genietigen? Kijk, het zijn boomerangs. Wow, oké. Oké, laten we gaan naar de eerste zilverster. Eten! Oh, we hebben per se spiky nodig. Het moet echt een spiky zijn. Krabben hebben hier daar geen effect op. Joh, Yoshi, die dingen zijn niet te verteren. Dat weet je. Oké, dan spuug ik ze maar uit, toch? Wat de? Dat is een kleine zilveren ster, wat hebben we daaraan? Die geven geen mini-pizza's weg. Mag ik heen? Nou, je moet daar naar boven sowieso weg voor een zilveren ster. Yeah, ik kan nog de viool en twee andere zien, hè? Zullen we die twee even gaan pakken? Oh ja. Oké, waar is de Yoshi Dash? Het hot paper! En daar is die bubbel. Voor een 1-up, volgens mij. En je moet straks even naar beneden, want er was een komeet met op ons. Yoshi kan niet zwemmen. Dus wanneer je... Nee, het water gaat Yoshi vergaan. Maar nee, nog niet, pas als je gaat duiken, dan gaat hij pas weg. Deze old boy. Oh. Weet je wat? Gaan we van Yoshi afspringen? We hebben hem toch straks niet meer nodig. Want ik ga nu de combat battle doen. Oh ja. Ik kan alleen in deze. Ik ga duiken. Want dan kan je dus met de zo duiken. En dan laat je zich even drijven tot hij onbekend is. Ja, we zijn natuurlijk van nature de prooi van die. En als je geen gevaar wil lopen, kun je ook gewoon. Op deze kant zo naar beneden. Maar dat hoeven we niet laten zien. Oh, pak die Yoshi en dan gaan we de. Dit gaat nog lukken ook voor de pad, joh. We zijn op 13 minuten. Net. Oh, daar hebben we. Dus het gaat misschien nog wel lukken. Oh, niet dit. Pak die. Oh, wat je ook doet, hè, dat mag je niet pakken, hè? Zo weet ik. Gaan we Pikachu weggooien. Lakitu bedoel je? Lakitu. Doe maar Pikachu. Oké, nou, weet je wat? Waarom doe je niet vanaf hier? Het gewoon. Hij ging naar achteren. Ja. Lijkt me gewoon zo een beetje logisch, want ik kon niet zien of hij nou van 3D-dimensionaal of deze kant op ging. Dat zijn geen driedimensionale wijzers, dat is stom. What the fuck? Wat doe jij? Hey, allemaal, in het volgende part zien jullie hoe dit verder gaat. Doei!